In een weekend waarin Jorginho Wijnaldum PSV verlaten heeft, staat er een nieuwe speler op de stoep. Maxime Lestienne, op het vliegveld van Genève, welkom geheten door teammanager Mart van der Heuvel. De 23-jarige Belg wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd door PSV van de Qatarese club Al Arabi. Na aankomst op het vliegveld gaat het in de auto van Genève naar de andere kant van het meer, naar de Franse zijde, naar Evian-les-Bains, waar PSV een 10-daags trainingskamp belegt als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Lestienne is Belg van geboorte, speelde daar voor Club Brugge en speelde het afgelopen seizoen in Italië bij Genua. Lestienne liet eerder al weten aan PSV TV op beide vleugels uit de voeten te kunnen en verheugt zich erg op het verblijf in Eindhoven. In het hotel is er dan de eerste kennismaking, bijvoorbeeld met materiaalman Marcel Hover en fysiotherapeut Rob Ouderland. En dan kan het leven als PSV'er voor Maxime Lestienne echt beginnen. In de lift op weg naar de hotelkamer, om dan vervolgens zo snel mogelijk aan te sluiten bij de selectie die deze dagen dus traint in Frankrijk als voorbereiding op het nieuwe seizoen. We gaan nog veel horen van Maxime Lestienne.